We zijn weer in de TEDx-studio van de Amsterdamse stad Schouwburg. En bij mij aangeschoven is professor Eveline Kroonen. Eveline, wat is jouw leukste of je minst leuke herinnering aan je eigen puberteit? De leukste vind ik dat ik heel weinig met de toekomst bezig was. Dus ik was heel erg in het nu. En daar kijk ik nog wel eens op terug dat ik denk, oh, ik wou dat ik dat nog steeds had. Maar de minste, dat zijn er zoveel. Er zijn zoveel dingen waarvan ik ook weer achteraf denk van, oh, ik was een beetje brutaal op school. En ik was naar leraren toe wel eens brutaal. En dan denk ik nu van, oh, ik was eigenlijk nog even opbellen om te zeggen dat ik het niet zo bedoelde. Ja. We praten er zo over verder, over puberteit en jouw onderzoek. Maar we kijken eerst even wie en wat je bent. Eveline Kroonen. Pubers, recalcitrant, vol met emoties en ongehoorzaam. Blijf van af, idioot! Nou, ik vond zelf de adolescentie echt verschrikkelijk. Maar pubers moeten puberen, blijkt uit hersenonderzoek van hoogleraar Eveline Kroonen. One of the signs of adulthood is hormones. Kroonen ontving nationaal en internationaal prijzen voor haar onderzoek. Haar boek Het puberende brein is een bestseller. Parents of adolescents? Okay, good. Do we have people who work with adolescents at schools or? Okay. Do we have people who remember well how it was to be an adolescent? Oh, great. Then we can get started. Ja, Eveline Kroonen, is het feit dat je je eigen puberteit zo verschrikkelijk vond, is dat de reden dat je dit onderzoek bent gestart? Nee, ik vond het niet heel verschrikkelijk. Ik zie ook wel de mooie kanten ervan. Ik heb eigenlijk het idee dat ik toch een standaard puber was. Maar waarom ik het ben gaan bestuderen is omdat ik eigenlijk geïnteresseerd ben in wie wij zijn als volwassenen. En dat kun je alleen maar goed begrijpen als je ook weet hoe je daar komt. Dus het is het proces van opgroeien tot volwassenen. En als je volwassenen bent, mag je stemmen, autorijden, je mag van alles. Dan moet je toch nieuwsgierig zijn naar wat daaraan vooraf gaat. En daar raakte ik door gefascineerd. Ja, en is je fascinatie een beetje bevredigd door het onderzoek? Ja, het wordt bevredigd en iedere keer zijn er nieuwe vragen. Ja. Dus ik weet wel, het houdt nooit op. Maar ik heb zoveel plezier in het werk wat we doen. En ook het werken met de jongeren vind ik ook heel erg leuk om te doen. Want bij ons in het lab zijn ze altijd heel gezellig en leuk en aardig. Wat is het meest opzienbarende dat je tot nu toe bent tegengekomen in je onderzoek? Wat ik verrassend vond is dat puberteitshormonen toch nog zo'n grote invloed hebben op de werking van de hersenen. Dus werking van de hersenen? Ja, er is lang gedacht, het komt allemaal door die hormonen. Toen is er een tijd geweest waarin we dachten, nee, het komt niet allemaal door die hormonen, het is gewoon hersenontwikkeling. En nu, misschien klinkt het heel erg logisch, maar nu pas komen we erachter hoe precies die puberteitshormonen de hersenontwikkeling beïnvloeden. En wat is dat dan? Wat gebeurt er? Nou, daar hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat jongeren met hoger testosteronniveau... Mannelijk hormoon? Mannelijk hormoon, maar bij vrouwen fluctueert het ook. Dat die meer risico's nemen en meer activiteit hebben in beloningsgebieden in de hersenen. Dus hoger testosteron, meer activiteit in beloningsgebieden in de hersenen. En betekent dat ook dat de hersenen zich dan beter, sneller ontwikkelen? Niet per se beter of sneller, maar het geeft wel nieuwe uitdagingspunten, nieuwe vragen die je kunt beantwoorden. Want het zegt iets over als je een groep 13-jarigen hebt. Sommigen zijn al wel ver in de puberteit en anderen niet. Diegenen die al ver in de puberteit zijn, die nemen vaak wat meer risico's, die experimenteren sneller met alcohol, met drugs. Dat stelt ons dus nieuwe vragen. Hoe gaan we daarmee om? Ja. Nu we dus ook echt weten dat dat testosteron die invloed heeft op die beloningsgebieden in de hersenen. Ik hoor dan zeg maar de mannen alweer zeggen, zie je wel, het ligt toch aan ons hormoon. Is dat zo? Mannen nemen meer risico dan vrouwen en hebben ook meer activiteit in die beloningscentra als ze geld winnen in een gokspelletje. En hoe zit dat dan met estrogeen, het vrouwelijk hormoon? Dat heeft weer andere invloeden op de hersenen. We weten bijvoorbeeld dat estrogeen weten we niet zo heel goed hoe dat het gedrag beïnvloedt. Maar we weten wel dat bij vrouwen
vertrouwenssituaties. Dat ze iets meer prosociaal gedrag tonen dan mannen. Dus er zijn wel echt subtiele verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar we moeten altijd onthouden dat de individuele verschillen gigantisch zijn. Precies. Dit zijn gewoon generale bevindingen. Ja, we kijken naar gemiddeldes. Ja. Maar je kunt niet per se over één persoon zeggen, oh, dus jij bent zo of jij bent zo. Ja. Wat is het grootste misverstand dat bestaat over puberteit? Dat het alleen maar ellende brengt. En er zijn ook heel veel positieve dingen die het brengt. Dus puberteit zorgt ervoor dat je meer naar buiten toe gaat. Je gaat de wereld ontdekken. Je gaat je wat afzetten van je ouders. En dat zien we ook in dieronderzoek trouwens. Dat is nodig. Dus het is ook, nodig. Ja. Het is belangrijk dat je die route gaat volgen. En dat geeft ook allerlei unieke mogelijkheden. Die jongeren staan vol van het ontdekken van de wereld, hun passies, hun idealen. En het is een misverstand om te denken dat de puberteit alleen maar ellende is. Ja. Er zitten heel veel mooie punten bij. Heeft iedere puber last van de puberteit? In meer of mindere mate. En is dat over alle culturen heen? Het is ook overal te zien. Maar als je kijkt naar echt probleemgedrag, dat is een heel klein percentage. En dat zijn vaak jongeren die voor de puberteit ook al problemen hadden. Dus dan is het al inherent aan hun karakter? Ja, en dan komt het er in de puberteit extra uit. Omdat je dan in zo'n transitiefase zit. Ja. Maar de meeste jongeren gaan vrij rustig door de puberteit en de adolescentie heen. En kunnen ook goed nog met hun ouders opschieten. Het is niet zo dat niemand meer met zijn ouders kan opschieten. Maar er is meer en mindere mate waarin dat een soort van challenges brengt. Er zijn toch wel ook risicofactoren. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook gebieden in de wereld waar er wat minder geld is. En waar je als kind al snel aan de bak moet. Mm-hmm. Puberen die kinderen nou ook? Die dus echt al heel vroeg moeten werken of het zwaar hebben? Ja, die puberen ook. Het is onderzocht. Dus door het is geen luxe meer dan, iets van het nee, beste? Nee, het is in meer dan 100 culturen onderzocht. En ook in de echt primitieve culturen is er een fase van puberteit en adolescentie. Maar die duurt korter. Dus in onze westerse cultuur hebben we het wel het meest lang uitgestretched, als het ware. Omdat de puberteit steeds eerder begint. Dat komt door goede voeding. Dus de puberteit over tijd heen begint eerder. Ja. Vroeger was het ongeveer de goede voeding. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld door goede voeding is het lichaam eerder in staat om in de puberteit te raken. Ja. Dus over de tijd heen is het wel met een jaar tot anderhalf jaar vervroegd. In vergelijking met 1800 bijvoorbeeld. Terwijl als je in de derde wereld bent, dan zie je al meisjes van 9 waarvan je denkt van nou, dat is al heel wat ontwikkeld. Maar toch is dat niet per se zo. Want die puberteit begint daar wel iets later dan in de culturen, zoals in de westerse culturen. Dus bij ons begint de puberteit vroeg, maar de adolescentie, het moment waarop we zeggen iemand is nu volwassen, dat is eigenlijk heel laat. Dus wij hebben de langste periode van de adolescentie. Toch een beetje een luxe positie. Je kunt het een luxe positie noemen, dat je de mogelijkheid hebt om je heel lang te ontwikkelen. Maar je zou ook kunnen zeggen van dat gun je ook wel iedereen. Goed, mooi gesprek, leuk, interessant. Okay. Ik zou bijna weer puber willen zijn, maar je toch maar niet. De vraag die ik aan al mijn gasten vandaag stel, om mee af te ronden, is wie of wat wil je echt per se zien vandaag hier op TEDx Amsterdam? Oh, ik heb hem al gezien, Barry Swartz. Barry die wil ik heel graag zien. En waarom hij? Nou ja, hij is in ons vakgebied ook zo bekend, zo inspirerend persoon. Dus ik vond het geweldig om hem te zien spreken. Ik vond ook dat hij het heel erg goed deed. Leuk. Ja. Nou, ik heb hem ook geïnterviewd. Je moet maar kijken bij TED Talks op YouTube. En dan kom je vanzelf Barry Swartz nog tegen. Ga ik het doen. Oké. Dankjewel. Professor Eveline Kroonen. Graag gedaan. Leuk gesprek. Ja.